punten op één thema gaan bespreken. In de komende 2 weken vinden er meerdere sessies plaats en in iedere sessie wordt één thema besproken. De onderwerpen vind je terug op de website en in de Doe Mee-app van Code Oranje. Vanavond bespreken we buitenland en EU en immigratie. Je kunt live meekijken, je kunt via de chat ook vragen stellen. Wat belangrijk is, is dat we in ieder geval met de mensen die vanavond in deze Zoom-meeting zitten, de punten gaan bespreken en gaan kijken of zij het ook goede punten vinden. En dat gesprek, daar hebben we voor tot 9:30. En binnen die tijd moet het ook allemaal gebeuren. Dus of jouw vragen vanuit de chat straks meegenomen kunnen worden, dat kunnen we niet helemaal garanderen. Het belangrijkste is in ieder geval om het gesprek hier, wat we vanavond hebben, goed te voeren. De kandidaten of de mensen die deelnemen in deze Zoom-meeting hebben net al uitgelegd gekregen hoe we het vanavond gaan doen. Omdat we een uur de tijd hebben, wil ik daar ook graag mee starten. En dat betekent dat de eerste vraag aan ons, ik noem het maar even ons panel, is: hebben jullie op de agenda van vanavond een vraag? En ik zal op het scherm nu de punten delen waar we het over gaan hebben. Over de punten zelf kan ik ook vragen stellen. Ja. Ja, zeker. Want dat kan jullie helpen om uiteindelijk te besluiten of je nou ja, een van deze punten wilt amenderen. Ja, ik heb wel een vraag over het eerste punt. De EU dient zich per direct om te vormen tot een democratisch bestuurslaag, maar hoe zou je dat dan ingevuld zien, die bestuurslaag? Ja, lijkt me een hele goede en ook best een vrij ingewikkelde vraag. Er zijn ook mensen van Code Oranje kandidaatleden aanwezig die dit onderwerp in portefeuille hebben. Ook al is het een ingewikkelde vraag, Eunar of Sebas, hebben jullie hier een concreter idee bij dan wat er nu op papier staat? Ja, ik zal het woord voeren. Ja, een concrete idee. Ik denk dat wat er in ieder geval wordt aangegeven is dat het gebeuren van het overhevelen van hele grote bedragen richting de EU en vooral naar het zuiden, dat dat mag stoppen. En ik denk dat je daar misschien wel op hele korte termijn mee kan beginnen. Het daadwerkelijk inkleden van de bestuurslaag zoals die nou omschreven staat, ja, dat is toch een proces wat langer duurt. Maar ik denk dat de boodschap is, laten we vooral ook gaan kijken waar het geld ja, van ons naartoe gaat. Dus ik denk dat dat misschien wel enigszins die kant op gaat. Ik kan het nog even aanvullen. Die bestuurslaag, het gaat er daar met name om dat er moet sprake zijn van meer democratie. Het is nu vooral bureaucratie. En de vierde macht, de ambtenarij en nou ja, alle uitwassen daarvan, die bepalen nu in grote lijnen het beleid. En wat de insteek is van Code Oranje, en dat laat zich niet zomaar vatten in een concrete structuur, maar is om te zorgen dat er meer zeggenschap is. Dat er niet alleen maar geld naartoe gaat, maar dat je ook meer, gewoon meer invloed uit kunt oefenen op wat er uiteindelijk uitkomt aan die andere kant. En nu is dat voor Nederland totaal onoverzichtelijk. Ik bedoel, we spreken over beleid, we spreken over wat we willen, maar uiteindelijk ja, is ons invloed maar minimaal en ja, moeten we het er maar mee doen met wat er uitkomt. Dus daar zit het met name in, die directe democratie en minder bureaucratie. Waarin is jouw vraag daarmee beantwoord? Ja, maar ik heb nog een vraag. Ja.
Over het noodfonds. Ik vraag me af, hebben we dat niet al zoiets? En waarom zou Code Oranje daarop willen inzetten? Is het handig dat ik die even toelicht? Ja, Bert, ga je gang. Nou, je ziet in het blokje daarboven, zie je dat we afscheid nemen van het concept ontwikkelingssamenwerking. Op dit, en dus ook de begroting van onze ontwikkelingssamenwerking, die kan dus ook wat ons betreft de deur uit. Maar ook uit het potje van ontwikkelingssamenwerking wordt soms ook bijgedragen als er ergens op de wereld een ramp gebeurt. En dat noemen we eigenlijk geen ontwikkelingssamenwerking, dat is gewoon een noodfonds. Dus wij willen ontwikkelingssamenwerking schrappen, maar een deel van dat budget wel onderbrengen in een noodfonds, dat als er ergens op de wereld iets gebeurt waar we als land bij willen inspringen, dat we dat uit het noodfonds kunnen doen. Oké, klinkt goed. Ik weet niet of er nog andere vragen zijn, anders heb ik nog een vraag. Zijn er andere mensen die vragen hebben over deze punten? En even voor de helderheid, ook voor mensen die nog meekijken. Dit is een selectie uit de agenda die door Code Oranje is gemaakt. En dat betekent dat dit zijn opvallende punten, belangrijke punten. Op een later moment wordt ook nog de volledige agenda ter beoordeling voorgelegd. Mag ik ook nog iets vragen daar? Ja, ik had ook nog even een kleine toelichting nog op die democratie. Hè. Even de verhouding tussen de Raad van Ministers en de Europese Commissie en het Europees Parlement is op dit moment ook echt van een hele grote ondoorzichtigheid. Dus ook op dat vlak denk ik dat die EU, los van wat door Sebas al zegt, wat meer een bureaucratie is dan een democratie, dat ook het democratische deel van de EU eigenlijk niet transparant is. En ook dat de mensen die wij kiezen ook helemaal niet degene zijn die het meeste invloed hebben in Europa. Snap je wat ik bedoel? Ja. Nog een korte aanvulling was dat. Er was nog een vraag. Ik zal even reageren. Het eerste punt is namelijk een punt dat mij uit het hart gegrepen is, de EU. En nu staat er, hè, per direct om te vormen tot een democratische bestuurslaag. Nou, is het natuurlijk zo dat de EU, kun je zeggen, is voor de helft een staat en voor de andere helft is het geen staat. Ze hebben bevoegdheden op sommige terreinen en ze hebben op heel veel terreinen ook geen bevoegdheden. Dat betekent dus dat de EU van zichzelf ook al beseft dat ze vrij instabiel zijn op dat vlak. En om die stabiliteit te vergroten, gaat men steeds meer bevoegdheden naar Brussel toe halen. Dit leidt er dus, wat mij betreft, toe dat er een trein in beweging is gezet die ook volgens mij onomkeerbaar is in de huidige setting, laat ik het zo zeggen. Dus het standpunt van EU-diensten per directe om te vormen tot een democratisch bestuurslaag, in mijn optiek is de EU onhervormbaar. Zeker gezien het feit, wat ik net schetst, dat men steeds meer bevoegdheden naar gaat toetrekken en steeds meer op allerlei terreinen. Dat zie je ook bij immigratiepact, zie je dat, met het Marrakesh-pact. Er gaan steeds meer verdragen plaatsvinden, waardoor de EU zijn macht gaat uitbreiden. Dus ik vraag me werkelijk af hoe we met het eerste punt echt uit de voeten kunnen, praktisch gezien. En ik kijk, het tweede punt is veel helderder naar de mensen toe. Als je dus van mening bent, wat ik persoonlijk ben, dat de EU onhervormbaar is, tenminste niet in de zin zoals wij dat zouden willen zien, dat betekent dat je vroeg of laat voor de vraag komt te staan of je in of uit die EU blijft, wilt zijn. En dat is veel, denk ik, veel relevanter om voor te leggen aan de mensen dan te zeggen van, we schetsen nu een beeld alsof het überhaupt een mogelijkheid zou zijn om de EU om te vormen tot iets wat democratisch zou zijn. En dat is volgens mij per definitie een onmogelijkheid. Althans, dat is een persoonlijke mening. Hè. Dus ik ben benieuwd hoe de experts hierover denken. Zal ik daar kort op inhaken, Ingeborg? Op Bart's, toevalligerwijs, en dat speelt nu, de commissievoorzitter von der Leyen heeft een tijd geleden afgekondigd dat er meer, of dat de EU meer democratisch moet functioneren en dat er nieuwe afspraken moeten komen. En wat jij zegt, dat is natuurlijk, ligt in het verlengde daarvan. Ja, wat zullen die afspraken worden? En is dat een trein waarvan je op een gegeven moment moet zeggen, wij stappen eruit of niet? En dat is inderdaad heel lastig als je natuurlijk met zoveel bondgenoten in zo'n trein zit. Ja,
Je kan zelf niet op de rem trappen, dus ja, kies je dan om eruit te stappen. Dus ja, inderdaad, die eerste en die tweede zitten natuurlijk aan elkaar. Maar aan de andere kant kan je natuurlijk als nationale politiek ook op een gegeven moment zeggen, ja, EU, hier stopt het voor ons. Jullie krijgen in die pijlers niet meer bevoegdheden van ons. Wij vinden nu al dat jullie voldoende zeggenschap hebben gehad. Het is tot hier. En als jullie doorgaan, gaan jullie zonder ons. Dat is natuurlijk iets anders dan een nexit, hè? Want daar zeg je, we stappen eruit. Maar dan kies je een ander, dan zeg je van slikken of stikken en anders doen wij niet meer mee. Dat is natuurlijk net een andere formulering. En dan moet de EU zelf kiezen wat ze willen. Maar die tweede vraag is natuurlijk meer het bij de Nederlandse bevolking zelf neerleggen om te bepalen wat zij ervan vinden. Dus het is verbonden, maar ik ben persoonlijk wel blij om te zien dat de commissievoorzitter zelf ook al vaststelt dat democratisch functioneren ernstig tekortschiet. Dankjewel, Sebas. Bart, voor nu zou ik je willen vragen om hem even te laten willen rusten. Als jij, zeg maar, naar aanleiding van wat er nu is gezegd, niet overtuigd bent. En je denkt, ja, je zou bijvoorbeeld denken dat je met zo'n punt mensen op het verkeerde been zet en jij zou het willen schrappen, dan vraag ik jou om zometeen je hand op te steken bij dit punt, om aan te geven dat jij het wilt bespreken. Maar wellicht ben je overtuigd door de collega's, dat kan natuurlijk ook. Zijn er nog mensen die ergens een toelichting op willen, vraag ik. Want het is inmiddels 9:50 geweest. Nou ja, ik zou wel wat willen vragen. Het gaat me meer om het openstaan voor de invoering van Noord- en Zuid-Europese munt. Met ruimte voor regionale of lokale munteenheden daarnaast. Hoe moet je dat voor je zien in de praktijk eigenlijk? Wie zou daar iets op willen zeggen? Bert, is dat... Ja, hè, Bert, ga je gang. Nou ja, ik kan er iets van zeggen. Er is natuurlijk veel discussie over de euro. Of dat wel een haalbaar iets is voor in de toekomst. Ook vooral omdat de Noord- en de Zuid-Europese economie toch wel behoorlijk van elkaar verschillen. En er zijn inmiddels ook wat voorstellen gedaan door diverse partijen om dat die verschillen ook tot uitdrukking te laten komen in een eigen munt. Dat noemen ze dan een euro en een zero, hè, als gedachtegang. Waardoor de economieën zich meer de Zuid-Europese economieën in een andere munt verenigd zijn. Wel een verwante munt, maar toch een andere dan de Noord-Europese. Waardoor je ook minder die transferunie krijgt, die continue stroom van geld van Noord naar Zuid. Dus dat is Noord- en Zuid-Europese. En we hebben daar dus zo'n munt, nou, daar staan we open voor, zeggen we. We vinden dat een goede gedachte, maar als je nog een betere gedachte hebt, graag. En we zeggen ook, er is dan ruimte voor lokale en misschien moet ik ook wel zeggen digitale munteenheden daarnaast. Omdat we zien dat er in veel regio's ook regionale munten ontstaan die de lokale economie versterken. En eigenlijk vinden we daar ook niks mis mee. Dus we willen ook uitstralen dat we ook die lokale, regionale economie met een regionale munt, dat zou heel goed daarnaast kunnen bestaan wat ons betreft. Oké, ja. Dus niet dat je met regionale munten voor je moet zien dat je, ik weet niet precies hoe dat zit, maar dat je dan bij elke regio een andere, of bij elke provincie een andere munt moet hebben of zo. Daarvoor niet aan gedacht of zo. Nou, er staat expres daarnaast, dus je hebt sowieso, ja, dus die Noord- en die Zuid-Europese munt waarmee je een hele regio, een hele grote over landen heen kunt betalen. Maar daarnaast kun je dan in je eigen lokale of regionale situatie ook met een lokale munt betalen. Zoals je het, ja, nu ook kunt trouwens, hè, met als je onderling ruilhandel met bitcoin en zo, dat kan al. En in een aantal regio's heb je ook al regionale munten. Dus het is iets wat al wel gebeurt, maar waarvan wij zeggen, nou, vinden we eigenlijk niks mis mee. Laat het gewoon maar naast elkaar bestaan. Oké, maar niet dat het in de praktijk, los van alles online, maar dat je naar de winkel moet gaan en dat je bij elke lokale regio moet denken, welke munt moet ik nou meenemen? Of dat, oké, daar wordt niet aan. Okay. Helder. Nee. Andere vragen nog in toelichtende zin op een van deze punten? Nee? Dan wil ik jullie... Mag ik heel even één vraag snel stellen? Ja? Ja?
Ik heb over punt 1, dan vroeg ik me af om welke nationale bevoegdheden gaat het hier, op welk terrein? Dus er staat hier, dient de EU zich per direct om te vormen tot een democratische bestuurslaag? Tot die tijd geven we geen nationale bevoegdheden af. Hebben we daar een idee bij, wat voor nationale bevoegdheden dat zijn? Ja, zal ik even? Nou, dit sluit heel erg aan bij wat Bart net zei. Bart zei, er is een soort van... je ziet bij veel wetgeving dat de macht verschuift van de Nederlandse staat naar de Europese Unie. En dat gebeurt een beetje stilzwijgend, wij spreken per verdrag. En wij zeggen, dat moet je niet doen, tenzij die EU echt democratiseert. Maar zolang dat niet is, moet eigenlijk geen enkele nieuwe bevoegdheid worden overgedragen. En die nieuwe bevoegdheden, ja, in principe is dat oneindig wat je daaronder kunt verstaan. Hè? We hebben net weer gehad die eurobonds, dat was ook weer een nieuw fenomeen. En dat is bij de Europese Unie belegd. In onze ogen zonder democratische of voldoende democratische controle. Dus niet doen, geen enkele nieuwe bevoegdheid overhevelen. Eerst democratisch worden. En dat heeft er ook mee te maken, Bart, dat op dit moment er nog geen meerderheid in onze bevolking is die een nexit wil. Dus zolang mensen niet een nexit willen, zul je toch op zijn minst nu met de EU te maken hebben. En moet je die EU dus kost wat kost proberen democratisch te hervormen. Dankjewel, Bert. Alright. Nog vragen in toelichtende zin? Nee? Dan wil ik over naar de volgende vraag. En dat is of jullie iets missen. Dus ten aanzien van het thema buitenland en EU en immigratie. Is er een punt waarvan jullie zeggen dat wil ik toegevoegd hebben. En ik zie een hand van Bart. Bart, ga je gang. Wat ik mis in algemene zin is het gebruik van de term soevereiniteit. In alles eigenlijk wat ik van Code Oranje tot nu toe een beetje geleerd heb. Volgens mij als ik goed geteld heb, is hij ergens één keer heb ik hem gezien. En ik vind het persoonlijk een heel belangrijk onderwerp, soevereiniteit. Zonder soevereiniteit heb je feitelijk geen democratie wat mij betreft. En wat we zien is, we hebben het hier over de EU. Maar we hebben bijvoorbeeld niet, ik mis iets over de Raad van Europa, bijvoorbeeld over het Europese Hof van de Rechten van de Mens. Ook daar vinden heel veel uitspraken plaats. Hè, en ik denk dat Sebas dat kan beamen. We hebben de Urgenda-zaak gehad. We hebben de kraakwet gehad in 2010. Door het Europese Hof van de Rechten van de Mens van tafel werd geveegd. En de Nederlandse staat, we kennen een monistisch stelsel. Dat betekent dat wij dat alle internationale verdragen per definitie door de rechter, als de rechter daar uitspraak over doet, die worden overgenomen. Andere landen, zoals Duitsland of Amerika, hebben een dualistisch systeem, waardoor je eerst een omzettingswet in het parlement nodig hebt, voordat je een uitspraak van het Europees Hof van de Rechten van de Mens kunt overnemen. Dus wat we zien, is, wat we net ook even hadden, het thema wat ik met Bert ook besprak, wij verliezen steeds meer soevereiniteit als land. Wij worden overroeld door de Europees Hof van Recht van de Mens. En je kunt het ook hebben over het VN-vluchtelingenverdrag. Ik zou het veel breder willen trekken. Ik zou echt een pleidooi willen houden in deze sessie voor het begrip soevereiniteit. En dat is wat mij betreft een van de kernwaarden waar wij voor moeten staan. Althans, waar ik voor sta, laat ik het zo zeggen. Mag ik daar meteen op inhaken, Bart? Ja. Ik ben het helemaal met je eens. Ik heb met Euner... voor zover het gaat over defensie, hebben wij continu het standpunt vastgehouden dat samenwerken leuk is, goed is, meerwaarde heeft, maar dat je altijd zelfstandig moet kunnen functioneren. En dat is helemaal in lijn daarmee. Ik vind, maar dat is iets daar, nou ja, daar durf ik geen stelling nog over in te nemen, maar ik vind het Europese Hof en het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens blijft een lastig punt, omdat ook de nationale wetgever heeft het soms nodig om op de vingers getikt te worden. Soms slaat dat door, dat is de keerzijde. Maar zeg maar jouw uitgangspunt, dus mijn persoonlijke mening, is dat we dat inderdaad misschien wel explicieter zouden moeten verwoorden. Want die soevereiniteit, ja, dan zou je ook geen code oranje nodig hebben om die democratie in Nederland
of daarvoor te strijden. Omdat ja, als je die soevereiniteit af laat breken, dan is het al snel klaar. Dus ik vind het een sterke aanvulling. Ja, we hebben hem om die reden, goedenavond allemaal, ook meegenomen in de basis 11. Hè? Daar wordt hij wel ook expliciet zo genoemd. Maar een mooie toevoeging, Bart, dankjewel. Welkom, Tania. Ja, fijn dat jullie er ook zo over denken. En, ik omwille van de tijd. Ik heb hem toegevoegd, zoals je ziet, als extra punt. Dat betekent dat hij zo meteen besproken kan gaan worden als er op dit punt handen omhoog gaan. Ik neem aan wat ik nu heb gezegd, dat dat niet zeg maar, de plank volledig misslaat, maar hooguit grof is. Dus als je zegt van ik wil hem zo gaan bespreken om hem te verfijnen, dan steek je bij dit punt je hand op. Ik wil aan anderen ook nog vragen, zijn er punten die je mist? Ja. Ja, Lorraine? Ik mis de invulling van een referendum. Want een bindend referendum, ja, is het alleen een vraagstelling aan de bevolking neerleggen? Of wat voor eisen wil je daaraan stellen? Het bindend referendum, ik denk, maakt mij er sterk voor dat dat terugkomt bij het thema democratie en rechtsstaat. Oké, ja, omdat ik het hier over de nexit zie. Maar oké, dat is prima. Ja. Dat is, is dat de akkoord zo? Andere nog aanvullingen en anders gaan we over tot de selectie van de punten die jullie willen bespreken. Ja, all right. Het gaat dus als volgt. Ik lees het punt op en jullie steken je hand op als je het wil bespreken. En dan moet ik even alleen jullie wel allemaal in beeld krijgen. Want dat heb ik nu niet. Ja. Je hebt een dingetje in beeld, hè? Dus een virtueel handje graag. En even in beeld houden, want dan kan ik het van iedereen zien. Ik zie het bij mij het handje niet. Ik was net ook al aan het zoeken. Oh. Ik kijk even mee. Het is de rechterknop bij Moore. Zie je raise hand staan. Even kijken. Nee, dat staat er dus bij mij niet. Oké. Nee, dat is inderdaad... ik zie dat zelf ook niet staan. Het is bij reaction. Een reaction. Ja, maar dat is alleen... zie je bij mij nu een duimpje of zo? Dan bij raise hand staat er. Als je erop klikt. Nee, ik heb alleen maar klappen, duimpje, hartje. En daar ietsje beneden, als je daar kijkt, zie je daar geen raise hand staan? Nee. Oh, dat is goed. Als je duim omhoog steekt, dan begrijp ik wat je bedoelt. Dus dat is, dan doen we voor jou de duim en voor de andere de hand. Oké. Het eerste punt. De EU dient zich bij direct om te vormen, et cetera, tot en met nationale bevoegdheden. Wie wil dit punt bespreken? Bart? Zie jij nou iedereen, Ingeborg? Want ik zie alleen jou. Ik zie iedereen. Ik zie Bart zijn hand omhoog steken en Lorraine. Klopt dat? Oh ja. Dus ik veel beter. En Lydia? Ik heb ook mijn hand omhoog gestoken. Dat zijn er drie. Ja. Dank. De Nederlandse staat is soeverein en waakt voor het behoud ervan. Wie wil dit punt bespreken? 1. Ik zie Bart. En verder zie ik... Lydia. Lydia en Bart? Nee hoor, ik heb niet opgestoken nu. Dan was dat nog jouw oude hand. Oh ja, nou, sorry. Bart en Euner, maar Euner doet niet mee. dus dat is alleen Bart.
Het punt. Het al of niet uittreden uit de EU, Nexit, is een vraag die onze bevolking per referendum beantwoordt. Dient die besproken te worden of is dit verder helemaal akkoord? Zo zie ik handjes. Niemand? Ja, oh, sorry. Samuel en Jozef. Ja? Samuel en Jozef willen dit punt bespreken. Het openstaan voor de invoering van Noord- en Zuid-Europese munt met ruimte voor regionale of lokale munteenheden. Daarnaast, wie wil dit bespreken? Lorraine wil het bespreken. En Samuel en Jozef, of zijn dat oude handjes? Nee, dit punt zou ik zelf graag ook willen bespreken. Samuel, Jozef en Lorraine, ja, dat zijn er drie. Als ik het mis heb, dan roepen jullie het, hè? Afscheid nemen van het concept ontwikkelingssamenwerking. We stappen over op het principe van samenwerking op basis van gelijkwaardigheid. Voor wie is dit een punt ter bespreking? Of is dit gewoon goed zoals het er staat? En als het goed is zoals het staat, dan gaan we door met het volgende punt. Ik zie geen handen. Afscheid nemen van het concept, daar was ik net. Excuus. Instellen van een noodfonds waaruit geput kan worden als ergens in de wereld een catastrofe plaatsvindt waarbij wij willen inspringen. Is dit een punt ter bespreking of is dit voor iedereen akkoord zoals het er staat? Ik zie geen handen en het is dus akkoord zoals het er staat. Dank. Samenwerken ter verdediging van onze vrijheid via de NAVO, inclusief een adequaat defensiebudget van 2% van het BBP en een modern loongebouw voor onze militairen. Wie wil dit bespreken? Lydia wil dit bespreken. En verder alleen, ik zie alleen Lydia, ja? Dat is... De immigratiestroom terugbrengen door te investeren in humane opvang van vluchtelingen in de regio van herkomst. En zo het voorkomen van de noodzaak om te vluchten. Wie wil dit onderwerp bespreken? Dat is één keer Samuel. Ik zie alleen Samuel. En dan een staatscommissie instellen die zich buigt over maatregelen om bevolkingsgroei te beheersen. Wie wil dit onderwerp bespreken? Of, ja, Lorraine is één keer. Bart is twee keer. Jozef is drie keer. Drie, ik heb drie mensen die dit willen bespreken. En tot slot een strikte en samenhangende integratieaanpak. Wie wil dit punt bespreken? Of is dit helder en akkoord voor iedereen? Ik zie Lorraine, het is één hand. En ik zie alleen Lorraine. Ja? Oké, dus dat was één keer. Dank jullie wel. We hebben nu de selectie gemaakt van de punten die we gaan bespreken vanavond. Van tevoren had ik al gezegd maximaal drie. We hebben nog maar een half uur. Dat is heel krap. We zijn wat uitgelopen helaas. Mijn voorstel is om er nu twee van de drie uit te pakken, zodat we voor ieder een kwartier hebben. Anders gaan we niet redden. En dus is mijn vraag om jullie stem uit te brengen op de drie onderwerpen die alle drie stemmen hebben. Wie van jullie wil in ieder geval het punt bespreken en je mag twee keer je hand opsteken. De EU dient zich per direct om te vormen, et cetera, tot nationale bevoegdheden. Dat is één keer, zie ik. Klopt dat? Alleen Lorraine? Ja? Alright. Nee, klopt niet. Ik heb ook mijn hand opgestoken. Maar... Lydia, dat is twee keer, ja?
Oké. Volgens mij dat betekent dat de andere twee onderwerpen, de andere mensen aangeven dat de andere twee onderwerpen besproken, dat ze die graag weer besproken willen zien. Dus dat is het punt openstaan voor de invoering van de Noord- en Zuid-Europese munt en het instellen van een staatscommissie die zich buigt over maatregelen om de bevolkingsgroei te beheersen. Dat is deze en dat is deze. Ja, klopt dat? Willen de meeste mensen deze bespreken? Ja. Dan gaan we over tot het bespreken van deze punten. En dan stel ik voor, zoals gezegd, dat we voor ieder een kwartier nemen. Dat betekent dat ik om 9:15 ga proberen af te ronden. En dat we dan aan de volgende stelling beginnen. Het doel van de bespreking is om dit punt te wijzigen, aan te scherpen, om daar iets toe te voegen op zo'n manier dat degenen die dit willen bespreken vinden dat het wel in de agenda kan. Tenzij je zegt dat het er helemaal uit moet. Maar dat is in ieder geval het doel en dat willen we doen op basis van consensus. Dus dat wil zeggen dat uiteindelijk we iedereen vragen, kun je ermee instemmen dat het zo wordt opgeschreven? En we vragen je niet om het punt volledig inhoudelijk te omarmen. Dus ik hoop dat dat onderscheid helder is. Mag ik degene die hier het meest zeg maar inhoudelijk bij betrokken is het woord geven? En dan moet ik even denken wie dit was. De Noord- en de Zuid-Europese munt. Volgens mij was dat Jozef. Kan dat? Ja, klopt, ja. Ik denk dat het misschien wat helderder kan beschreven worden voor de mensen die de agenda bekijken, want regionale of lokale munteenheden, ik denk dat mensen die niet in de digitale wereld of zo zitten, dat als je bijvoorbeeld aan Bitcoin moet denken of wat dan ook, dat ze dit niet voor hun kunnen zien. Dus misschien ja, even op een andere manier kan worden beschreven. Kun je een suggestie doen? Ik probeer dit zelf ook voor mij in de praktijk voor me te zien, want ik ben er zelf ook niet helemaal bekend mee. Bijvoorbeeld, als jij wil reizen in de EU, naar welke landen kan je bijvoorbeeld gaan? En welke problemen moet zich met zich meebrengen, bijvoorbeeld als je de munten moet veranderen, of hoe je dat moet aanpakken en zo. Maar dat is dan niet echt hoe je dat hier kan beschrijven, maar dat is meer inhoudelijker over. Ja. Ik heb eerlijk gezegd nu even geen suggestie. Misschien, anderen mogen zo ook reageren hoor, maar misschien kun je aangeven zeg maar waar jij bang voor bent, op welk punt dit verkeerd zou kunnen worden begrepen. Eigenlijk gewoon hoe het in de praktijk werkt. Als je bijvoorbeeld naar Gelderland gaat en probeert iets wil kopen of wat dan ook, moeten ze bang zijn dat ze daar hun geld moeten worden, dat ze bij elke provincie moeten kijken welke muntsoort er wordt gebruikt of wat dan ook. Of is dat eigenlijk dat een beetje? Ik kan niet echt helder uitleggen, want ja, zoals ik zei, ik heb niet echt een beeld bij. Zijn er andere mensen die hierop willen reageren of die hun eigen punt willen maken ten aanzien van deze zin? Lorraine? Ik weet niet precies waar we hiermee naartoe willen, zeg maar. Want ik las dit voor het eerst. En het eerste wat ik eigenlijk dacht was, Oké, moeten we dan weer een andere munt nemen hier in Nederland? Of hoe zien we dat voor ons? Ik begrijp hem wel. Maar ik ben er huiverig voor om weer naar een andere munt te gaan of iets van terug te gaan naar de gulden of zo, zeg maar. Als ik even mag, ik denk... Sorry. Ja? Ik denk vooral dat degenen die het opgeschreven hebben, met name bedoelen,
dat bijvoorbeeld de zwakkere landen een devaluatie-instrument verloren zijn door de invoering van de euro. Ik denk dat dat hierachter zit. En door te zeggen van, je gaat een Noord-Europese munt en een Zuid-Europese munt creëren, geef je de landen die met enorme inflatie te maken hebben, een mogelijkheid om hun munt te devalueren. Ik denk dat dat hierachter zit, eerlijk gezegd. Misschien dat Bert dat kan beamen. Ja, ik begreep wat erachter zat, maar ik bedoelde meer, ja, Bert, leg maar uit. Nou, het punt is, in de agenda zelf, hè, waar dit een samenvatting van is, staat er een hele alinea over dit thema. En daar staat het allemaal toegelicht. En dit is een hele korte samenvatting. Dus ik denk dat daar een beetje het probleem zit. Want even, ja, ik kan die tekst nu voorlezen, maar het zijn eigenlijk twee onderwerpen. Het ene is die Noord- en die Zuid-Europese munt, wat gebeurt op Europese schaal. Hè? Dus de euro die dan, ja, opsplitst zou worden in een Noord-Europese munt en een Zuid-Europese munt, met het voordeel wat Bart kent. En vervolgens staat er in de agenda dan ook dat wat je ziet om de lokale economie te versterken, dat daarnaast bijvoorbeeld in Gelderland een munt is, de Gelre, die bestaat trouwens ook al, die munt. Daar kan je in Gelderland mee betalen, maar dan kan je natuurlijk ook met die Noord-Europese munt betalen. En dat staat helemaal uitgebreid uitgelegd, maar het staat hier wel erg kort nu samengevoegd in die ene samenvatting. Dus dat, ik denk dat de misverstanden daar een beetje door worden veroorzaakt worden. Als je daar even op in mag gaan, want er zijn namelijk, dat zie ik dan online, zijn er dus mensen die inderdaad dit soort regeltjes uit ons agenda pakken en dit dan online publiceren zonder die tekst en uitleg er echt bij. Dus ik denk dat veel mensen hier schrikken, net als ik in eerste instantie had. Is dit... Ja, en dan gaat het wat jou betreft om dat deel tussen haakjes of gaat het om... het openstaan voor de invulling van Noord- en Zuid-Europese munt? Of gaat het om dat deel daarna? Nou, ik denk, de eerste is zeg... Kijk, ik snap de eerste maar ik lees zeg maar eigenlijk een nieuwe munt. En ik denk niet dat ik niet de enige ben die dat leest. En ik zie daaronder inderdaad staan lokale munteenheden ernaast. Zeker voor de mensen die wat ouder zijn, die dan... Die zien je denk ik niet zoveel in. Ik vind het zelf ook moeilijk hoor. Inderdaad, wat je zegt, meerdere manieren om te betalen. Bert, denk jij als je dit zo hoort, dat de samenvatting nog, dat hij de lading goed dekt? Nou, kijk, de tekst in de agenda is, hè, dat door de continue geldstroom van Noord en Zuid, dat daardoor het functioneren van de EU en de euromuntunie wordt uitgehold. En naast dat punt van de democratische hervorming staat er code oranje niet afwijzend tegenover een eigen munt voor Noord- en voor Zuid-Europa. Sterker staat er dan, code oranje staat zelfs open voor lokale en regionale munten naast de munteenheid op een grotere schaal. Regionale en lokale munten zijn een prima manier gebleken om de lokale economie te versterken. Dus dat is een heel verhaal en dat is denk ik een beetje te kort door de bocht samengevat, denk ik, in die ene zin. Dus misschien zou je zelfs wel kunnen zeggen, je haalt dat hele gedeelte tussen haakjes weg, omdat het complicerend is en omdat het toch al uitgelegd is in die tekst. En dat je hier gewoon zegt, openstaan voor de invoering van Noord- en Zuid-Europese munt zou kunnen. Persoonlijk zie ik helemaal niks in een regionale munt, als ik heel eerlijk mag zijn, met alle nostalgische gevoelens misschien die daarbij spelen als het hebt over geld. Maar Bart, er zijn op dit moment al veel regionale munten. Dus in Gelderland heb je de Gelre, in Dordrecht heb je de Duitse Euro, geloof ik. Dus het is iets wat al best veel bestaat. Oké, dan heb ik wat geleerd vanavond. Maar ja... Ik heb ook die tekst gelezen die er iets breder staat, maar ook die vind ik nog niet uitmunt in duidelijkheid, als ik heel eerlijk mag zijn. Dus ik voel een beetje wat Lorraine zegt, van ja, dit roept eerder vragen op dan het antwoorden geeft. En misschien moet je hem weglaten. Ik weet het niet. Het zou mijn suggestie misschien kunnen zijn, maar ik vind hem ook lastig wat dat betreft. Ik dacht dat het meer voor het devaluatiemechanisme was in de eurozone. Het eerste deel van de zin is daar ook zeker op gericht. Dus tot aan de haakjes. Dus daar zou je het ook kunnen afkappen. Ja, vanuit deze groep een principieel
principiële tegenstand zit op het punt van opening bieden voor het invoeren van zo'n munt. Is dat zo? Of... Nou, niet dat, maar je moet wel goed kijken wat eventueel economische gevolgen kunnen zijn van zoiets. En daar vind ik een heel groot probleem. Ja, ik heb als ik... Maar misschien zit het in het woord... Hè. Kijk, ik vind zelf het woord openstaan voor... in ieder geval een terminologie, een redenering die heel veel ruimte biedt. Want het zegt... Ja, eens. Ja, alleen maar dat we er openstaan voor. Dus eigenlijk zeg je als je het omkeert... We zeggen niet op voorhand nee. Bert, zeg ik dat zo goed? Dat zijn dan toch beter dingen die je pas eventueel als je in de kamer komt en het wordt voorgelegd om het dan pas te beslissen. Ja, het is zo verwoord inderdaad om reden die Ingeborg net zei. Overigens is in Nederland is de SGP is het meeste voorstander van dit punt. Want die vinden dat die in de Europese munt, die geloven dat, en daar snap ik natuurlijk ook wel, die denken dat we daarmee op een groot economisch probleem afkoersen. En die zeggen, hak het nou op in Noord- en Zuid-Europa en vanwege de devaluatiemogelijkheid. En wij zeggen hier, nou als dat voorstel komt, dan staan we daarvoor open. Maar meer dan dat is hier inderdaad niet gezegd. Ja. En dan kan je natuurlijk zeggen, hè, ja, haal het dan weg. Ja. Tegelijkertijd schetst het wel een beeld van de wijze waarop je denkt, denk ik toch, als partij. Mag ik iets vragen? Ja, zeker, Lydia. Ik vroeg me af, simpelweg waarom. De invoering van een Noord- en een Zuid-Europese munt. Ja, devaluatie. Ja, ik vroeg me af wat de voor- en nadelen zijn van een dergelijke invoering. En ik vroeg me af of daar onderzoek naar is gedaan. Bert, wil je daar nog iets over zeggen? We zitten wel qua tijd natuurlijk. We zijn al voorbij de voorlichtende ronde. En we zijn nu eigenlijk bezig om te kijken of we de tekst aan kunnen scherpen of af kunnen zwakken. Dus ik weet niet, Lydia, of jij daar een voorstel voor hebt? Nee, dit zijn mijn vragen. Ik vroeg me af of dit gestoeld is op onderzoek. Of wat ervoor en na. Want als je zoiets stelt, dan neem ik aan dat je daar wel onderzoek naar hebt gedaan. Wat de voor- en nadelen zijn van een dergelijke invoering. Anders kun je dat niet zomaar neerzetten, toch? Nee, en dat... daar zijn ook al meerdere onderzoeken naar gedaan. En in de Tweede Kamer is hier ook over gediscussieerd. De meerderheid van onze Kamer wil de euro hebben zoals hij nu is. Maar er is dus een minderheid in de Tweede Kamer die een euro en een euro voorstaat. En dan vooral om te voorkomen dat er een transferunie ontstaat. Dus dat er steeds een continue geldstroom van Noord naar Zuid-Europa nodig is. Dat is eigenlijk de redenering erachter. En wij zeggen nou, als dat een oplossing is financieel-economische vraagstukken die zich in Europa voordoen, dan staan we daarvoor open. Dat is wat hier staat. Maar dat is dus gebaseerd op de aanname dat de stroom van Noord naar Zuid gaat. Nou zou ik dat ook wel, ik heb wel tegengeluiden daarover gehoord, zeg maar. Belastingparadijzen in Nederland onder andere. Er gaat ook heel veel van Zuid naar Noord. En we profiteren als Nederland zijn er toch wel aardig van de EU, dacht ik zo. Als exportland. Zeker, dus het is ook niet een vrijblijvende uitspraak, daar heb je gelijk in. Het is 9:15. Wij willen nog een ander punt bespreken. Ik denk dat we het erover eens zijn dat de zin tussen haakjes weg kan. Dat in ieder geval al minder verwarrend werkt. Zodra mijn tekstverwerker weer meedoet, dan zul je dat ook zien verdwijnen. Ja.
Ik heb ja, en ik hoorde ook een pleidooi om de hele zin weg te laten. Hè? Ja, dat klopt. Is het punt daarmee ook helemaal uit de agenda verdwenen? De hele zin weglaten betekent feitelijk, dat Bert, dat het hele punt uit de agenda zou worden geschrapt, neem ik aan. Ja, dan zeggen we niks over de euro. En dan ga ik nu heel bot vragen, gezien de tijd. Wie is er voor het schrappen van de hele zin? En dan zie ik één hand. Samuel, steek jij je hand op of bedek je de camera? Nee, ik steek je hand op. Alright. Lorraine, Samuel... Nee, ik ben hier niet op tegen, hoor. Wil jij hem wel of niet schrappen? Niet schrappen, nee. Lorraine, Lydia, Sebas en Euner, jullie doen niet mee. En Jozef. Drie mensen. Nou ja, we kunnen natuurlijk ook... het is een voorbeeld van wat we ook kunnen gaan voorleggen aan iedereen. Hè? Dus als wij het niet bezwaarlijk vinden om bijvoorbeeld dit laatste bijzin weg te laten, kunnen wij gewoon aan al onze kiezers die op de domein het meedoen vragen, wat vinden jullie? Vinden jullie dat alleen het eerste zin moet blijven of het eerste deel van de zin moet blijven? Of de totale pakketten, dat kunnen we aan hen voorleggen. Als we dat een goed idee vinden. Of de hele frase over de munt eruit moet. Ja. Mag ik een opmerking maken, Ingeborg? Ja. Kijk, omdat het zo geformuleerd is, openstaan voor... Ik weet dat, ik denk een jaar of 8 geleden, was er een hele discussie, maar dat had te maken met de schuldencrisis die toen in de lucht hing. En toen was dat euro-neurozone echt een ding. Dat ging over om te kunnen devalueren, om de zuidelijke... landen de mogelijkheid te geven om daarin te kunnen schuiven. Alleen op dit moment openstaan voor. Het is nogal een open deur, laat ik zo zeggen. Je wil niks uitsluiten, maar het is ook geen echt standpunt. Dus ik ben het, ik mag niet stemmen hier, maar ik ben het wel met Lydia eens dat dit niet echt een punt is, maar gewoon een los eindje waar je eigenlijk nog een onderbouwing voor wil hebben voordat je er überhaupt naar wil kijken. Noodzaak, zeg maar. Ik ben al leden die zeggen, gooi hem er maar uit. Hè? Maar daarnaast dus ook nog 2 mensen van ons, zeg maar van de kandidaten, die dat eigenlijk ook zeggen. Dat kan ook een reden zijn om hem eruit te gooien. Ja, want even voor de duidelijkheid, dit gezelschap beslist niet of het er dan definitief uitgaat, hè? Maar dit gezelschap beslist dan wat we voorleggen aan de hele groep. Dus er wordt voorgelegd... Zeker die 200 mensen. Er wordt straks voorgelegd om deze zin te schrappen. Of niet? Ik ga door met het volgende punt. Nu nog 10 minuten, dat is heel weinig. Wie wil daar als eerste het woord over nemen? Lydia, heb jij je hand omhoog? Nee, nu niet meer. Lorraine? Ja, ik ben het je gewoon helemaal dik mee eens. Ik laat maar komen. Ja. want ik merk het in de gemeenteraad hier, niet alleen in Den Haag, maar ook in het Westland waar ik dan vanmiddag was. Mensen durven op een of andere manier niet over te spreken. En dit onderwerp moet gewoon bespreekbaar worden. Want het gaat om de toekomst van iedereen. Dankjewel. Ik ben even op zoek naar de mensen die dit onderwerp hadden geagendeerd. Bart. Kijk, bevolkingsgroei is door, kun je bewerkstelligen door immigratie. Je kunt bevolkingsgroei bewerkstelligen door autonome groei. Laat ik het dan zomaar even benoemen. Hè. Dus het krijgen van meer kinderen, populair gezegd. Bedoelen wij hier nu beiden? We willen beheersen, denk ik, vanuit immigratieoptiek. Dat is wat ik gelezen. Maar aan de andere kant hebben we ook behoorlijk wat krimpregio's in Nederland. En daar zou een stukje bevolkingsgroei, autonome bevolkingsgroei, misschien juist heel welkom zijn. Even los van de Randstad, maar er zijn genoeg krimpregio's in Nederland. Dus ik vraag me even af,
Het is waarschijnlijk vanuit het oogpunt van immigratie is het opgeschreven. Maar er is ook zoiets als bevolkingsgroei die in sommige regio's, onder waar ik woonachtig ben. Als je daar de cijfers ziet naar de toekomst toe, dat is schrikbarend. Ja. Mag ik u misschien toelichten, Ingeborg? Of wachten we heel even? Ingeborg? Ja, terecht punt Bart. Dit is eigenlijk een beetje van beide. Er is in opdracht van de voltallige Tweede Kamer eigenlijk een onderzoek gedaan naar de bevolkingsgroei en bevolkingssamenstelling van Nederland in de komende tientallen jaren. Daarin hebben we eigenlijk becijferd dat de autonome groei, met name van de werkzame bevolking, dat die er eigenlijk nauwelijks is. Hè. Dat heeft weer alles te maken met de vergrijzing. Dus de verwachting is dat de bevolkingsgroei met name zal komen vanuit immigratie. Tot ongeveer 300.000 migranten die jaarlijks naar Nederland zullen komen. Dat gaat uitdagingen met zich meebrengen. Ik wil niet zeggen dat het per definitie natuurlijk iets negatiefs is. Maar je gaat te maken krijgen met problemen op het gebied van volkshuisvesting, veiligheid, zorg, et cetera, noem het maar op. Dus wat wij gewoon duidelijker in kaart willen brengen met die staatscommissie, is welke uitdaging er op ons afkomt, zowel in de Randstad als ook in de krimpgebieden, en hoe je daar op een verstandige manier mee om kunt gaan. En we weten wel ongeveer wat er op ons afkomt, maar hoe we daar vervolgens mee om zouden moeten gaan, ja, dat heeft nog niemand in kaart gebracht. En daar heeft ook de oud-verstrekkend directeur van het CBS al voor gewaarschuwd, Jan Latten. Ga dat nou eens doen. En dat hebben we met dit voorstel echt ter harte willen nemen. Breng het in kaart, hè. Ga becijferen wat er nodig is en ga daar gewoon beleid op bepalen. Ja, dank. Bart, jij kijkt alsof jij daar... Ja, nee, maar goed, dit zijn heel interessante discussies die je kunt voeren. Maar ik snap dat de tijd beperkt is, we houden het kort. Maar kijk, je hebt ook een stukje arbeidsmigratie, heb je ook. Je hebt short-term en long-term arbeidsmigranten. We hebben er hier een Limburg mee te maken. Gaat de staatscommissie ook daarnaar kijken? Je zegt van, hoe ga je nu met arbeidsmigratie om? Hè? Wij pleiten hier in Limburg heel erg voor tijdelijke contracten. En daar waar je mensen binnenlaat, ook meteen afspraken maakt over terugkeer naar land van herkomst. Dat soort zaken. Wordt het ook vervat in deze staatscommissie? Ja, zeker. Dat is ook een van de vragen waar je mee te maken krijgt. De verwachting is dat het inderdaad voornamelijk om arbeidsmigranten zal gaan. En dat het gros van de mensen wil terug zal keren naar het land van herkomst. Maar dat weet je niet, omdat er inderdaad totaal geen garantie omheen zijn afgesproken. En we hebben ook onlangs een rapport hier vanuit de provincie Zuid-Holland gezien. Dat we ook als provincie, en dat geldt ook voor meerdere provincies, geen idee hebben... hoeveel migranten er eigenlijk op dit moment hier zijn. Want mensen moeten zich eenmalig registreren als ze binnenkomen. Maar vertrekt bijvoorbeeld niet. En ook als iemand wel vertrekt en weer terugkomt, weten we dat ook niet, hè, met alle consequenties van dien. Ja, daar moet je duidelijkheid in creëren. Daar moet je afspraken over kunnen maken. Zodat je daar ook gewoon verstandig beleid op kan voeren. Dus ja, absoluut. Ja. Oké, okay, Tania, dank je wel. Als ik jou zo hoor, dan concludeer ik voorzichtig dat dit punt de lading niet dekt. Als jij nog een keertje naar de zin kijkt zoals die er nu staat en alles in ogenschouw neemt wat je net vertelde, denk jij dan zelf dat deze zin de lading nog dekt? Want er staat nu dat de staatscommissie zich gaat buigen over maatregelen om bevolkingsgroei te beheersen. Ik hoor jou heel veel meer zeggen dan dat. Ja, misschien bevolkingsgroei en bevolkingssamenstelling. Misschien denk je dan al iets meer te laten. Ja, precies. Het is natuurlijk, je hebt met diverse regio's te maken. En, gaat het dan nog steeds over beheersen? Nou. Meer reguleren dan beheersen. Ja, en bevolkingssamenstelling beheersen, dat is wel een hele veel job, hoor, Tanja. Klopt, maar het is natuurlijk wel uiteindelijk een groei die bestaat uit een samenstelling. Dus waar je ook weer per regio naar zou moeten kijken hoe je die samenstelling vorm wil geven. Dus ik snap wat je bedoelt. Kijk, wat mij betreft kunnen we hem gewoon... zo laten staan, hè? Want het dekt de lading in de breedste zin.
als je dit wil gaan specificeren, dan zal je er echt een behoorlijke alinea aan moeten wij dat hebben in de agenda zelf natuurlijk ook gedaan. Maar het is met alles wat je wil inkorten, dat moet je plat slaan. En dat is hier eigenlijk gebeurd als het gaat om die staatscommissie. Dus ik snap de vraag van Ingeborg wel. Maar ik denk dat die ook in de agenda gewoon voldoende verder uitgewerkt is en ook uitgelegd is. Ik weet ook niet of er nu heel veel onduidelijkheid over bestaat, bijvoorbeeld in de vragen die binnenkomen via social media, et cetera. Want dan zou je hem eventueel nog aan kunnen passen. Maar wat mij betreft kunnen we hem gewoon zo laten staan. Wellicht kunnen er misschien 1 of 2 voorbeelden bij komen waar je gelijk aan denkt als je bij deze punt gaat kijken. Want dan heb je meer een heldere beeld bij misschien. Ja, huisvesting en arbeidsmigratie. Hè? Misschien als je dat soort punten al benoemt, dat maakt gelijk al wat duidelijker over het spectrum waar je naar kijkt. Dat zeker. Is dat een optie? Dat lijkt mij handig. Arbeidsmigratie is heel waardevol in deze, ja. Absoluut. Prima. Dan weten we ook gelijk waar de partij een beetje voor staat, eigenlijk welke kant. Tenminste, bij deze punt waar je heen wilt gaan, eigenlijk. Dan zou ik overigens. Even, als we dat willen, dan zou ik overigens niet in deze zin het aanpassen, maar meer in het stukje tekst daarboven. Want dat stukje tekst daarboven is sowieso al uitgebreider en daar kan je heel goed zo'n woord als arbeidsmigratie in kwijt. Zo in deze zin wordt het dan toch wel een beetje gekunsteld, denk ik. Dus dat spreken wij dan af? Nou ja, ik weet niet of jullie dat herkennen, want ik pak ook weer even de tekst uit die agenda erbij, uit de complete agenda, en daar zie je een vrij uitgebreide passage hierover staan. Die pak ik er even bij. Daar refereerde Tanja net ook naar. Even kijken, hoor, ik open hem nu. Even kijken. Arbeidsmigratie wordt wat ons betreft gereguleerd door een sluitend systeem van werkvergunningen en ondersteunt ook adequate voorzieningen zoals fatsoenlijke huisvesting. Code Oranje is niet doof voor de signalen uit de samenleving. Uit onderzoek van bureau Kantar blijkt dat de meerderheid van Nederland vindt dat immigratie moet worden beperkt. En dan staat er daarom bepleiten wij de staatscommissie. Dus even. Dus dat is wat uitgebreider omschreven en dat is dan weer in 1 zinnetje samengevat. Hè? Waarom de staatscommissie? Dat is het onderzoeksinstrumentarium wat je ook vanuit de Tweede Kamer in kunt stellen. Wat gewoon een mandaat krijgt om ook binnen de verschillende ministeries zo'n onderzoek op poten te zetten. Het is in het verleden al een keer gedaan, in de jaren 70, als ik het goed heb. Dus vandaar dat we dat instrument hebben gekozen. En dat is ter voorbereiding van een herziening van de grondwet. Zit dat idee, tenminste dat zie ik hier even staan, dat dat vaak in wordt gesteld ter voorbereiding van een herziening van de grondwet? Is dat hier ook het geval? Dat is niet de achtergrond geweest. Nou, het is echt het idee om gewoon in kaart te gaan brengen wat de gevolgen consequenties zijn. Hè, op basis van de keuzes die gemaakt worden. Het onderzoek dat nu is gedaan heeft echt alleen becijferd wat we ongeveer getalsmatig kunnen verwachten. En wat dat vervolgens betekent, daar heeft niemand meer over nagedacht. En dat is wat we juist wel willen gaan doen. Dus niet met het oogpunt van grondwetwijziging, absoluut niet. Maar wel met het oogpunt van duidelijke keuzes die je ook voor kunt leggen aan de Nederlandse bevolking. En vervolgens ook om kunt zetten in beleid. En denken jullie dan ook aan geboorte? Recent een... Ik wou net zeggen, we hebben recent een staatscommissie gehad, die commissie Remkes. Die zich boog over de constitutionele democratie. En die heeft allemaal adviezen gedaan en daar kon de Tweede Kamer dan over discussiëren. Er zijn een paar dingen overgenomen, een paar dingen niet. En zo'n soort staatscommissie wordt bedoeld. En volgens mij denken wij niet bij voorbaat dan aan allerlei maatregelen, maar gaat die commissie zich daar dan over buigen? Maar Tanja, vul me aan.
Nee. Volgens mij vat je het prima samen op die manier. Nogmaals, je hebt een commissie van wijze mensen nodig die aan de hand van de berekeningen kunnen calculeren wat ook de consequenties gaan zijn, zodat je daar gewoon verstandig beleid op kan maken. Op dit moment gebeurt dat gewoon niet. En wij willen daar gewoon echt proactief mee omgaan. Zou je dan ook kunnen zeggen de staatscommissie instellen die zich buigt over de bevolkingsontwikkeling? Het staat eigenlijk al in de agenda. Dus daar staat letterlijk zelf een staatscommissie in die zich buigt over het vraagstuk van de bevolkingsgroei en over maatregelen hoe de groei kan worden beïnvloed. Een maatregel om bevolkingsgroei te beheersen betekent dat Code Oranje krimp wil? Dat kan niet altijd. Je hebt ook een economie die draaiende gehouden moet worden. En daar heb je ook gewoon bemensing voor nodig. En als die bemensing niet vanuit de autonome groei van de bevolking behaald kan worden, zal je daar andere keuzes in moeten maken. Maar dat zijn weer afwegingen die je op dit moment niet kan maken op basis van zekerheid. Dat moet gewoon nog onderzocht worden. Dus je kan niet per definitie zeggen we zijn voor krimp, want je weet gewoon niet wat de economische consequenties dan zijn. Je hebt ook vergrijzing, dus krimp kan eigenlijk helemaal niet. Soms zit dat bij sommige mensen wel achter, dus dank voor. Ja, hey, ik hoop dat je zo'n helder antwoord hebt ook. Ja, zeker. Okay. Gaat de vraag dus ook, hè, want er staat nu beheersen. Dus dat staat er wel. Dus zou je ook kunnen dan toch, je zegt het staat in de tekst, het buigt zich over bevolkingsontwikkeling. Maar nu staat er eigenlijk dat de staatscommissie zich gaat proberen om oplossingen te bedenken om de bevolkingsgroei te beheersen. Dus je bent al aan het voorsorteren hier. Of beheersbaar te maken. Ik denk dat dat misschien een goede eerste stap is. Dat is op dit moment ook nog niet het geval. Klopt. Maar dat is toch ook wel wat hier staat. Jij wil, nu wordt het een beetje een woordje, maar beheersbaar maken of beheersen, vind ik wel heel dicht op elkaar liggen. Eind. Het is 9:30 geweest. Ik zonder afbreuk te doen aan iemand zijn mening, deze zin staat er nog, is dat akkoord zo? Met de toevoegingen die zijn gedaan, dat er in de agenda, in de langere tekst, een stukje wordt opgenomen over arbeidsmigratie, zoals net besproken. Ja? Is dat consensus? Volgens mij is mijn verbinding weg. Nee hoor. Ik hoor je goed hoor. Nee. Ja. Ingeborg? Oh, is Ingeborg nu weg? Ik denk het. Dat zou Ingeborg, ja, daar ben je weer. Mijn internetverbinding was instabiel. Ik was even bang dat we eruit waren gegooid omdat het 8:30 is. Ik was aan het controleren of er geen opmerkingen hiermee over waren. En dan wil ik jullie heel hartelijk danken voor je bijdrage. Volgens mij hebben we prima elkaars nieren geproefd. Dan dank ik jullie hartelijk en nodig ik jullie ook uit om deel te nemen aan het vervolgen van dit proces via de